Welkom terug allemaal. In de aanloop naar deze uitzending hebben wij zelf een enquête gehouden om te kijken of Hilversummers bereid zijn mee te denken over bezuinigingen. De gemeente wil straks ideeën gaan vragen via een eigen enquête op internet, de begrotingswijzer waar we het straks al over hebben gehad. Wij hebben even een en ander geïnventariseerd en we gaan dat nu voorleggen aan meneer Van Os. Allereerst de resultaten van onze enquête. Als eerste hebben wij gevraagd wat men van het idee van de gemeente vond. 87,5% stond daar positief tegenover, 12,5% neutraal. Dus niemand was negatief. De volgende vraag van ons was, bent u van plan mee te doen aan die enquête? Daarop antwoordde 90% positief. De derde vraag, verwacht u dat er iets met een idee wordt gedaan? En dan zegt 75% dat men niet verwacht dat er iets mee gedaan wordt. Dat is een beetje teleurstellend. Ja. Op de vraag, heeft u een idee waarop bezuinigd kan worden, antwoordde 56% positief. Daarnaast mocht men alvast ideeën insturen die wij nu gaan bespreken met Frans van Os. Overigens kunt u morgen alle resultaten van deze enquête bekijken op onze site www.politiekdebathilversum.nl. Meneer Van Os, even samengevat deze enquête. Burgers willen wel meedoen en ideeën inleveren, maar hebben niet de verwachting dat er iets mee gedaan wordt. Hoe komt dat? Ja, dat kan ik niet helemaal bepalen natuurlijk. Dat spreekt niet erg veel vertrouwen uit. Nou ja, dat laatste, dat zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk jammer. Dat heeft waarschijnlijk wat te maken met het vertrouwen van de burger in zijn algemeenheid op de overheid. Dat is wel wat minder dan we zouden willen. Dus wellicht is dat de reden hiervan. Ja. Zou het ook kunnen zijn dat ze bang zijn dat het niet openbaar en transparant wordt straks? Ja, die angst zouden ze kunnen hebben, dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet wat voor voorstelling precies hebben van hoe dat circus zich straks zal gaan voltrekken. Ik kan in ieder geval daar nu over zeggen dat dat dus op een website plaats gaat vinden. En waar wij streven naar optimale transparantie. Oké. Dus nou, laten mensen straks, zodra die website van start gaat, dat zullen we natuurlijk ook allemaal bekendmaken, dat begrijpt u. Laten mensen vooral inloggen en kijken en meedoen. Oké. Nou, ik ga als beloofd u een aantal ideeën voorleggen. Ik heb ze even geïnventariseerd, een beetje gebundeld. Wat wij een aantal keren terugkrijgen, en u heeft het zelf ook een keer genoemd, volgens mij, een wethouder minder. Eerste reactie, ja. Ja, nou ja, kijk, eerst even een algemeen ding als het gaat over ideeën. Want als je nadenkt over ideeën, daar zijn wij natuurlijk al een tijdje mee bezig, dat begrijpt u. Dan gaat het elke keer om de vraag van wat is nou het effect van dat idee, van die bezuiniging. Een ton. En dat noemen we een maatschappelijk effect. En in financiële termen hebben wij dat op dit moment gebudgeteerd op een ton ongeveer. Maar de vraag is natuurlijk ook, wat betekent dat voor het besturen van de gemeente? Ja, nee, dat is duidelijk. Want anders dan kom je, als je niet realiseert van wat de consequentie is van je bezuiniging ten opzichte van het geld wat je daarmee dan zou besparen. Dan kan het wel eens bij wijze van spreken goedkoop, duurkoop zijn. Ja, oké. Okay. Ja. Volgende wat ze roepen is minder ambtenaren. Nou, daar geldt eenzelfde verhaal voor. En daar hebben wij ook in onze bezuinigingsplannen wel goed over nagedacht. Kijk, ambtenaren die zitten daar niet sec in termen van, nou hier zit ik ambtenaar te zijn en nou moet ik kennelijk wat gaan doen. Nee. Er zijn taken die de gemeente op zich moet nemen om allerlei redenen. Omdat we het hebben afgesproken, maar ook omdat de wet het verplicht in belangrijke mate. En die moeten dus uitgevoerd worden door lieden en dat zijn dan ambtenaren. Ja. En dat betekent dus dat als je eigenlijk moet zeggen, zoveel als we gaan minder taken doen of we gaan taken efficiënter doen en dat soort zaken. Ja. En dan leidt dat ertoe dat je zegt, maar dan kunnen we minder ambtenaren daarop gaan zetten. Dus het idee dat je zegt van minder ambtenaren sec en dan houdt het op. Ja, dat maakt het niet concreet. Je moet juist redeneren vanuit wat gaan we minder doen, wat gaan we efficiënter doen. En ten gevolge daarvan heb je minder ambtenaren nodig. Ik denk de volgende die komt waarschijnlijk ook uit een soort ergernis naar voren. Dat mensen zeggen, er moeten minder externe deskundige bureaus ingehuurd worden. Ja, daar zal iedereen het onmiddellijk mee eens zijn.
Hebben wij niet genoeg kennis in huis hier? Dat wil ik nou net even gaan zeggen. Toch moet je nadenken als het gaat over de vraag van inhuren van externen. Ja. Kijk, normaal voor je normale werk heb je zeg maar een bepaalde hoeveelheid mensen nodig. Ja. Die zijn altijd daar druk mee doende. Nou zijn er twee redenen om toch op rationele wijze externen in te huren. En die zijn? De eerste reden is dat je een bepaalde expertise nodig hebt op enig moment die je gewoon zelf niet in huis hebt. Ja. Omdat het kennelijk een heel ingewikkeld probleem is of whatsoever. En dan haal je dus tijdelijk even die hoogwaardige expert, die haal je binnen. Want daar heb je normaal natuurlijk niet fulltime werk voor. Die haal je gedurende een kleine periode haal je die binnen. Die doet zijn, ding. En dan kan hij weer weg, want die zijn vaak extra duur. Dat snap ik, maar ik denk dat de burgers dit roepen, omdat ze zien dat er misschien heel veel wordt ingehuurd. Nou, die verontrusting die is er wel. Maar ik werk toch even het tweede punt af. De tweede reden om in te huren, dat is ook een hele rationele. Dat is, je hebt een bepaalde hoeveelheid werk en nou is er opeens een piekbelasting. Ja. Om welke reden dan ook. Nou, dan is het heel zinvol om op dat moment die piekbelasting op te lossen met mensen die tijdelijk daar even in zitten. En nadat die piek opgelost is, kan dat weg. In het bedrijfsleven worden daar veel uitzendkrachten voor gebruikt. Dus dat zijn twee voorbeelden die niet alleen bij ons in de gemeente, maar elders ook gewoon overal worden toegepast. En dat is rationele inhuur van derden. Okay. Dat is goed. Waar we hier ongerustheid hebben in deze gemeente, en dat is wel voor een belangrijk deel begrijpelijk, dat is dat er ingehuurd is. Daar waar, althans het vermoeden bestaat, daar waar het niet zo nodig was. Ja. Of wat je ook ziet, dat is niet alleen bij ons, dat is dat er ingehuurd wordt. Een ambtenaar gaat weg, neemt ontslag, richt zijn eigen bureautje op. En laat zich vervolgens weer door diezelfde gemeente inhuren. Gebeurt dat ook in Hilversum? Dat gebeurt helaas ook in Hilversum. Oh. En dat moet dus niet het geval zijn. Ze beter simpel betalen is het. Dan, ja. 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 Er was er nog een ander idee. Korten op salarissen van wethouders en gemeenteraadsleden. Ik kijk even rond in de zaal. Nou, ik zie geen enthousiasme hier. Nou, laat ik even beginnen met het salaris van gemeenteraadsleden. Dat noem je formeel overigens een toelage. Een toelage, ja. Dat is niet maar maakt niet veel uit. Maar een gemeenteraadslid van zo'n gemeente als deze, die krijgt zo ongeveer €1500 bruto per maand. En dan mag hij 20 uur per week ongeveer voor bezig zijn met... Dus ook dit idee vindt u geen geweldig als je idee? Als je dat doorrekent in termen wat het uurtarief is, dat is nog meer dan de absolute onderkant. Oké, nou dan... Je redt het niet eens in 20 uur. Dan moet je hier op zondag ook nog naartoe en dan dat kost ook alweer uren. Ja, dat is een VNG-norm. Maar u krijgt er wel twee consumptiebonnen voor je op zondag. Ja. En voor wethouders ligt het er maar aan hoeveel ze normaal, toen ze nog geen wethouder verdienden. Oké. Of je er ook vooruit of achteruit gaat. En, ik ga eens eventjes, je wordt er niet altijd even vrolijk van. Ik heb hier even, dit waren eigenlijk de personele salaris en dat soort dingen. Maar we hebben ook nog andere ideeën binnengekregen. Iemand stuurde extra geld binnenhalen door het handhaven van regels. Bijvoorbeeld extra controles op 30 kilometer zones. Hondenbezitters beter controleren. Wat vindt u van dat idee? Nou, dat is best wel een heel aardig idee. Kijk, we hebben er één. Ja. Straks gaat de jury eens een oordeel vellen. Waar je natuurlijk altijd rekening mee moet houden met de gedachte extra geld binnenhalen vanwege controle op, et cetera. Dat is het controleapparaat zelf kost ook ongelooflijk veel geld. Ja, gaan de boetes niet gewoon naar justitie in plaats van naar de gemeente? Nou, dat gaat met name als het gaat om boetes op verordeningen, gaat dat niet naar justitie. Dus even een voorbeeld uit het verkeer. Stel je rijdt te hard of je rijdt door rood of zoiets. Gaat, dat gaat rechtstreeks naar justitie. Dus dat gaat het ook niet worden. Maar als je een parkeerboete krijgt, dat doen wij hier ook een naheffingsaanslag. Ja, dat klinkt wat vriendelijker. Wettelijk is dat zo geregeld. Dan komt het in de kast van de gemeente. Nou, ik kan u over die parkeerboetes uitleggen. Daar verdienen wij als gemeente wel aan, maar daar maken we ook ongelooflijk veel kosten over. Ja. Uiteindelijk verdienen we daar maar een ton of vijf aan. En als nou die parkeercontroleurs gewoon wegdoen, dan hoeven we niet te controleren, kost ook geen geld.
Nou ja, maar dan zal je natuurlijk ook geen boetes kunnen schrijven. Nee, dus die kleine winst zult u toch houden. Lastig van. Okay. Ja, voor Hans willen we daar in ieder geval, we willen daar wel heel goed naar kijken. Maar als je puur naar de cijfers kijkt, dan levert dat op dit moment nog op. Okay. Het is iets anders dan bijvoorbeeld parkeergarages, want die kosten al jaren te veel geld. Oké. We gaan even naar een veelgenoemd onderwerp. Bezuinig op de vorstin. Er werd onder andere gezegd afstoten of verkopen, commercieel laten exploiteren, samenvoegen met theater achterom. Wat vindt u van bezuinigingsideeën op de vorstin? Nou, de vorstin is een heikel onderwerp. Dat zit in cultuur. Daar hebben we het net over gehad. Dus daar ga ik even niet intreden. Eén ding is helder. U mag wel zeggen wat u ervan vindt, toch? We hebben dat gebouw voor meer geld dan ons lief is neergezet. Dus we zullen daar op de een of andere manier iets mee moeten doen. Aan de andere kant is het zo dat alle culturele instellingen die zullen op de een of andere manier meer of minder moeten gaan inleveren. Dat is de verwachting. U heeft het net zelf gehad over 1,4 miljoen, zei u. Hè? Maar ik dacht uit mijn hoofd dat het 1,2 was. Maar goed, in ieder geval, in die orde van grootte gaat er gekeken worden naar bezuinigingen op cultuur. Dan zal het ook wel de verwachting kunnen zijn dat de vorstin aan de orde komt. Maar niet alleen de vorstin, ook wie niet. Wie niet? Nee, niemand blijft gespaard. Nou, dan heb ik nog een leuk origineel idee van iemand die zegt, kunnen we alle straatverlichting meteen maar vervangen door LED-verlichting, want dat levert een besparing op. En kost even nu een investering, maar uiteindelijk levert dat een hoop geld op. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is in principe een goed idee, want die stroomkosten van, laat ik het maar even ouderwetse verlichting noemen, die zijn natuurlijk fors. Met het stijgen van energieprijs, et cetera, kan je verwachten dat het elektriciteitsverbruik alleen maar omhoog gaat. Uit mijn hoofd besteden we aan verlichting in deze gemeente zo'n 1,3 miljoen. En dat zit hem natuurlijk met name in elektriciteitskosten. Op het moment dat je LED-verlichting gaat doen, ga je daar enorm op besparen. Dat is natuurlijk volstrekt helder. Je moet daarentegen wel een enorme investering doen. Ja. En dat leidt weer tot afschrijvingslasten. In gemeenteland noem je dat kapitaalslasten. Ja, maar en dan, is vooruitkijken, dan is, toch? Ja, regeren is vooruitzien. Maar dan moet je wel even een goed sommetje maken. Wat je ook over kan nadenken, en dat wordt ook gedaan, dat is wanneer moet je die investering dan gaan doen met die LED-verlichting. Want LED-verlichting is al behoorlijk gevorderd, technologisch gezien. Maar er valt ook te verwachten dat er nog wel het een en ander gaat verbeteren. En wanneer ga je dat nou dan kopen? Hè? Op het moment ga je als eerste voorop daarin lopen. Waardoor je zeg maar na een paar jaar zit met eigenlijk relatief verouderde LED-verlichting. Ja. Of wacht je nog een paar jaar met de gevolgen van dien overigens. Maar dan heb je misschien wel een veel betere investering gedaan. Er zit nog wel wat beren op de weg, begrijp ik. Nou, dat is nog uitermate ingewikkeld. Maar laten we het even positief afsluiten. Ten principale is natuurlijk het idee van de LED-verlichting een heel goed idee. Nou. Wat al bekend is overigens hoor. Maar goed dat het gezegd wordt. Nog iemand anders die zegt van alle aanvragen bij burgerzaken voor paspoort, rijbewijs moet gewoon digitaal via internet. Helemaal mee eens. Daar zijn we ook al jaren druk mee doende. Dat wordt op dit moment versneld. Gaat ambtenaren schelen als het goed is. Dus dat is nou typisch zo'n voorbeeld van een taak die doordat je hem efficiënter doet, als gevolg heeft dat je minder ambtenaren nodig hebt. Een punt waarvan orde, wat je wel daar in de gaten moet houden, dat is dat je kunt wel vrolijk roepen, alles moet via internet, maar niet iedere inwoner van Hilversum kan daar goed mee overweg, beschikt daar überhaupt over. Ouderen worden genoemd. Dus daar zal je toch op de een of andere manier ook wel goed rekening mee moeten houden. Maar ten principale is het natuurlijk een goede ingang. Nou, dan heb ik als laatste nog eentje. Je moet het voor starters en middenstand financieel aantrekkelijk maken om een zaak te beginnen. Dat komt het aanzien van Hilversum ook ten goede. Nou, het is wel heel belangrijk dat Hilversum is een centrumgemeente in het Gooi. Een dynamische gemeente waar veel economische bedrijvigheid heerst, hoort te heersen.
En daar kan je alleen maar, is alleen maar goed om dat te stimuleren voortdurend. Oké. Goed, we zijn even door de ideeën heen, maar misschien zijn er nog reacties uit de zaal op dit moment. Ik zie mevrouw Wijnands, ik zie meneer Ruitenberg, ik zie mevrouw Sazias, ik zie meneer Van Wisting. Daar gaan, Gerard, ga jij even het rijtje af? Wat mij altijd verbaast hierbij... Nou wel. Wat mij verbaast bij de overheid, ook bij de plaatselijke overheden, is dat die wachtgeldregelingen voor wethouders die aftreden zo riant zijn. Ik stel eigenlijk voor om die gewoon terug te brengen naar een minimumtermijn. Want ik denk dat je daar als gemeente Hilversum veel geld aan kan verdienen. Oké. Wachtgeldregelingen hoor ik zeggen. Ja. Kunnen we die afschaffen? Nou, dat is om te beginnen een wettelijke verplichting, dus dat kan helemaal niet afgeschaft worden. Kan het veranderd worden? Als de wetgever in Den Haag dat meent te moeten veranderen, dan zal dat natuurlijk kunnen. Dat is volstrekt helder. Als gemeente kan je daar zelf niet echt veel mee. Overigens de gedachtegang van oh, wat is het riant. Nou, dat moet u maar eens vragen aan landelijke politici die van de ene op de andere dag zijn gesneuveld en dan in de problemen komen. Daar word je niet echt vrolijk van. Dus het is wel makkelijk gezegd om te roepen van ze verdienen zoveel en ze hebben zo'n riante wachtgeldregeling. Maar ik heb de indruk dat in de praktijk nogal tegenvalt. Oké. We gaan verder naar de volgende vragensteller. Ja, door de wachtgeldregeling word ik er eigenlijk opmerkzaam op gemaakt. De wethouder krijgt gewoon zijn wachtgeldregeling, maar in het bedrijfsleven dan moet er gewoon aan gewerkt worden om degene die ontslagen wordt aan het werk te krijgen. Doet de gemeente Hilversum er ook iets aan om eventuele wethouders die nog een wachtgeldregeling krijgen, om die aan het werk te krijgen? Ik zou het van wethouder van ons erg prettig vinden als ik te horen zou krijgen hoe hij denkt efficiënter te gaan werken op het gemeentehuis. Want alleen de kreet efficiënter werken, die horen we al erg lang. Maar resultaten worden er weinig van gezien. En wat onze gemeentelijke parkeergarages betreft, die staan half leeg. Maar als vanuit het centrum bedrijven vragen of ze parkeerruimte voor hun mensen kunnen huren, dan is dat niet mogelijk. Want... De ruimte moet beschikbaar blijven voor de burger die komt winkelen in Hilversum. Okay. Maar het wordt niet gebruikt. Vind ik allemaal rare zaken. Het zijn twee vragen, geloof ik. Zo lang is ook geteld. Ja. Uw reactie? Wordt er wat gedaan aan wachtgelden van wethouders? Ja. Ex-wethouders, daar wordt bij hen uitdrukkelijk op gewezen dat zij moeten proberen zo snel mogelijk een andere baan te krijgen, et cetera. Ja, maar wordt er ook bij geholpen door de gemeente, was de vraag. Ja, dat wordt actief opgestuurd. Een soort outplacement. Bij mijn weten wordt daar actief op gestuurd. Oké. Tweede vraag. Voorbeeld. Mevrouw Wijnders gaat het even overnemen hier. Nou, kennen we namen of zo? Nou, ik durf niet te zeggen dat daar actief in dat concrete geval op gestuurd is. Dat weet ik niet. Dat heb ik niet gevolgd. Ik weet wel dat mijn voorganger, mevrouw Walters, niet zo lang geleden met een baan begonnen is met veel enthousiasme. Oké, en was dat te danken aan de gemeente? Nou, dat zeg ik net. Dat weet ik dus niet precies. Dat moet ik u toegeven. Oké, dan is het antwoord niet duidelijk. De laatste vraag was ook alweer... De parkeergarages, die zijn half leeg staan. Vooral die bij de Albert Heijn. Ja, ik sta er ook nooit. Hij wordt niet goed aangekondigd en hij staat half leeg en ze mogen er niet huren. Ja. Ja, dat is best een probleem. Er komt overigens binnenkort een parkeervisienota. Die zou, ik meen, in het eerste kwartaal van dit jaar komen. Maar ik praat even uit mijn hoofd. Want dat zit ook in de portefeuille van de wethouder Boog van Verkeer. Dat begrijpt u. Dus die komt met een visie? Volgens mij komt die binnenkort met een visie onder andere op dit soort zaken. Okay. Maar één ding is wel helder en dat weten we al jaren. Dat is dat wij op onze parkeergarages SEC best flink verlies leiden. Dat wordt dan in de parkeerbegroting per saldo
goed gemaakt dankzij de boetes onder andere. Ja, kijk, dat voel je wel. Waardoor er op die manier een positief resultaat is. Maar dat is allemaal prachtig natuurlijk gedaan. Alleen dat je iets hebt en in stand houdt waar je structureel verlies op leidt, is natuurlijk gewoon niet goed. Dus er moet hard aan gewerkt worden om dat structurele verlies daar echt terug te dringen. Oké, ik denk een aantal verkeersagenten die zo'n parkeergarage injagen of zo. Nou, dat begrijp ik niet helemaal, want wat moeten die parkeersagenten... Zorgen dat ze gaan parkeren waar ze moeten parkeren. Nou, maar dan moeten ze op straat zitten en dan moeten ze zo'n beweging maken. Ik heb ook wel eens wilde ideeën. Ja, dat merk ik. Ja. Goed. De volgende vragensteller. Ja, ik heb niet zozeer een vraag als wel een reactie op de beantwoording van de heer Van Os over het inhuren van de externe. Tuurlijk, ik weet dat wij bepaalde externe verplicht zijn in te huren. Een accountant die moet oordelen over de begroting. En als er bepaalde echt technische vragen zijn, noem maar bijvoorbeeld over luchtvervuiling. Maar er zijn zoveel onderzoeken voorbij zien komen de afgelopen tijd, waarvan ik denk, nou, dat kunnen jullie echt ook, hadden we allemaal met elkaar ook kunnen bedenken. En ik denk dat u daar toch ook voor zit als beleidsmaker, om zelf na te denken. Dus ik vind ook dat het ambtelijke apparaat zo efficiënt ingericht zou moeten worden, dat wij die expertise zelf in huis hebben. Neem het aanbestedingsbeleid, wat zo technisch is, maar waar we zo vaak mee te maken hebben, dat we dat gewoon zelf in huis moeten hebben en dus niet zouden moeten hoeven inhuren voor veel te veel geld. Nou, ik zou bijna zeggen, dit is een oproep naar mijn hart voor Hilversum. Maar ik heb net al uitgelegd, kijk, we zijn het er denk ik allemaal over eens dat externe inhuur, daar moet je buitengemeen spaarzaam mee zijn. Die moet je dus alleen maar hebben in geval van piekbelastingen en in geval van specifieke deskundigheid. Mevrouw Sasias eindigt haar verhaal met een voorbeeld waarvan zij denkt dat daar specifieke deskundigheid voor wordt ingehuurd, terwijl die er niet is. Ik dacht dat A wel meeviel, maar je moet natuurlijk elke keer die afweging maken of die specifieke deskundigheid, normaal gesproken permanent nodig is, zodat je daar echt een expert constant mee bezig kunt laten zijn, dan voor het ene inkooptraject en dan voor de andere inkoopaanbesteding, et cetera, zodat iemand een volledige dagtaak heeft, in slecht Nederlands een FTE. Als je dat voor elkaar krijgt, dan is het ook rationeel om zo'n specifieke deskundigheid zelf in huis te hebben. Als je daar niet aan voldoet, nou dan zal je dus, dan is het ook veel slimmer om dat gewoon eventjes tijdelijk in te huren. Volgende vragensteller, dat is de heer Kastje, zie ik hier. Nee, meneer Van Westing, zie ik. Meneer Van Westing. Ja, ik had ook net een vraag gesteld. Hij doet het. Een aantal dingen zijn geopperd over het efficiënter werken van de gemeente. Je kunt daarmee kijken naar mensen, je kunt daarin kijken naar processen. Ik zou het heel goed vinden als er nou eens een keertje selectief een externe expertise wordt ingewonnen ten aanzien van de zaken die ertoe doen. We hebben gezegd, we geven ongeveer 30 tot 40 miljoen per jaar uit aan ambtenarenkosten. Dat is een hele hoop geld. Daar valt dus ook een hele hoop te halen. Onze instelling is niet zozeer van we willen sommige ambtenaren wegkrijgen, maar we willen een efficiënter en effectiever werkend gemeenteproces. En ambtenaren zijn daar een wezenlijk onderdeel van. En wat mij nou opvalt is dat, dat geldt voor elke organisatie, als ze over hun eigen inknipping moeten nadenken, dan krijg je de hak in het zand, want niemand wil zijn eigen baan verliezen. Maar ik denk als je om je heen kijkt door de financiële problemen van de bedrijven de afgelopen jaar, dan zul je gewoon zien dat heel veel bedrijven moeten inkrimpen. En dat maakt mensen dus creatief om te kijken naar hun eigen werkprocessen. Dus wat mij nou opviel op de vacaturesite van de gemeente Hilversum, dat er eigenlijk nog maar één vacature open staat. Dat betekent dus dat er toch wel een soort selectieve vacaturestop plaatsvindt. Nou, dat vind ik op zich een goed teken. Alleen, ik zou heel graag willen dat er nou eens iemand van buiten de gemeente eens naar die processen gaat kijken. Om te kijken, daar valt de winst te behalen. Gedeeld door IT, gedeeld door betere samenwerking. En ja, dat is wat ik gewoon nog in het hele verhaal een beetje mis. Men blijft heel vaag over van, er wordt aan gewerkt, we doen dingen slimmer. Er komt GovUnited, et cetera, et cetera.
Maar ik hoop gewoon ja, de komende jaren dat het ook concreter gaat worden dat wij het met wat minder ambtenaren kunnen doen. Omdat dat gewoon heel veel geld scheelt aan de burger in Hilversum. En dat vind ik wel een belangrijk feit. En ik hoop dat de wethouder daar nou van een standpunt over heeft. Want tot nu toe blinkt het huidige college af door daar nogal vaag over te zijn. En gezien de vragen ook die vanuit de burgerij tijdens de vraagstelling gesteld zijn van het kan wel eens wat minder met de ambtenaren. Vind ik eigenlijk dat daar wel een afdoende antwoord op zijn op zijn plaats zou zijn. Okay, dus ik ben benieuwd. Ik hoor u twee dingen zeggen en beide dingen die doen mij denken aan een traject wat we al in hebben gezet en wat nog wel enige tijd doorloopt en waar u binnenkort overigens ook een hele sessie over krijgt. En dat heet organisatie in positie. Daar is overigens ook externe inhuur bij betrokken geweest hoor. Dus wat dat betreft. Ja. Ja, mevrouw Sazias, dan zegt u, daar gaan we weer. Dan moet u even ophouden, want niet elke inhuur is per definitie verkeerd. Hè? Dat hadden we toch ook afgesproken? Nee, dat is niet helemaal. Maar ik ga aan de fiets hangen, ik ga echt tegenwerken okay. Bij inhuur. Gaat u dat okay. Doen? Ik denk dat we het meer eens zijn met elkaar dan u suggereert nu. Maar waar het om gaat, dat is dat je ambtenaren natuurlijk efficiënter kunt laten werken. En ik noem dan toch maar even bij deze het woord bestuurlijke drukte. Dat er over en weer nota's en e-mails worden gestuurd en nog eens weer overleg, et cetera, et cetera. Daar valt best wel wat te winnen. Dat is ambtelijke cultuur waar ook in Hilversum zeg maar, het een en ander van is. Dat is overigens ook ingegeven door juridische situaties die nou eenmaal zorgvuldig moeten worden gedaan. Vergis je daar niet in, want het is wel makkelijk om te zeggen, oh, er moet gewoon efficiënter gewerkt worden. Maar als er rechtsongelijkheid is, et cetera, dan staat de burger terecht op zijn achterste benen om daarover te klagen. Dus vergist u zich daar niet in. Maar het kan allemaal een tikkie efficiënter en minder bestuurlijke drukte zou buitengemeen welkom zijn. Meer ook anticiperen op situaties. Niet achter de feiten aanlopen, maar dingen voorzien. Planningen bijhouden, tijdig leveren en niet achteraf opeens tot de ontdekking komen. Oeps, dat moest ook nog gebeuren en nou is er bijna tussen aanhalingstekens paniek en moet er opeens iets geproduceerd worden. Dat zijn punten waar we in Hilversum veel aan kunnen verbeteren, denk ik. En daarom hebben wij onder andere dat project organisatie in positie okay. Doen wij op die manier. Prima. Ik wou het er even bij laten. Zijn er nog andere vragen op dit moment? Ik heb nog één vraag. U heeft nog één vraag. Die traverse, hè? Dat is uitgesteld omdat de constructie niet goed was. En? Oh, ja. En wie gaat dan betalen? Nou, die traverse, dan heeft u dat over die buis die, ja. Die zeg maar, vanaf het treinstation ja. Naar het mediapark gaat. Die buis. Daarvan heb ik mij laten vertellen dat daar inderdaad constructiefouten zijn gemaakt door de constructeur, zodat dat ding moeilijk opgehezen kan gaan worden. Dat is voor rekening gedaan. Dan dreigt die te breken en dat is allemaal voor rekening van de aannemer. Dus het was aangenomen werk. Voor zover ik weet gaan wij daar als Hilversum dus geen verlies zeg maar, door leiden. Die kosten worden komen ten laste van de aannemer. Maar wat wel vervelend is, dat is dat het best een stuk langer duurt. Ja. U houdt me de woorden uit de mond. Oké, precies. Ik heb nog even een laatste vraag aan Leonie en Peter. Hebben jullie een idee gehoord vanmiddag waarvan jullie zeggen, dat vinden wij het beste idee van Hilversum? Nou, ik moet je zeggen dat ik het dat ik niet dingen gehoord heb waar ik heel erg door verrast ben. Nee. En als meneer Van Os zegt dat hij denkt dat we het meer eens zijn als het gaat over inhuur van externe, dan is dat ga ik extra op letten. Oké. Okay. En meneer Van Westing? Nou, wat ik hoor over wachtgelden. Ik vind als we in Nederland een bepaalde werkloze wetgeving hebben,
dan vind ik echt dat de ambtelijke situatie daar ook naar van hand aan moet zijn. Dat betekent in feite dat als je als wethouder werkloos wordt, dat je gewoon een WW-uitkering moet krijgen. Dat ga je gewoon op in het gareel waar alle burgers in Nederland aan moeten voldoen. Dat gaan we in Hilversum niet veranderen. Ja. Maar ik vind wel dat het een punt is wat we kunnen uitdragen. Dat je landelijk gezien gelijke monniken, gelijke kappen. Precies. En, maar dat wachtgeldregeling was niet ingebracht door de burgers. Dus ik zou u willen vragen, welk idee vond u nou het beste wat u gehoord heeft van de burgers? Nee, maar ik heb wel wat gehoord over een wethouder minder. Hè. Ja. Maar ik vind het symboolpolitiek. Want ik bedoel, het draagt wel bij, maar het is natuurlijk maar fractioneel. Dus wat ik er graag uit wil halen is dat je eigenlijk dit soort zaken landelijk veel beter moet organiseren. Dat scheelt landelijk heel veel geld en daar heeft Hilversum uiteindelijk ook baat bij. Dat wil ik er even mee aangeven. Nou, we gaan het straks allemaal zien, want eind april, begin mei gaat die enquête starten, denk ik, op internet. Ja, ik meen ergens begin mei. Oké, nou daar prik ik u even niet op vast, maar het gaat eraan komen. We gaan allemaal meedoen, begrijp ik. Ik hoop dat het ook wat gaat opleveren. En dat wij niet de duurste gemeente van Hilversum, van Nederland gaan worden. Nou, dat gaat niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren, zegt meneer Van Os. En alles treedt hij zelf af, heeft hij ook mij verzekerd. Dus, nou, leuk zo'n interviewer, die er even bij verzint. Goed. Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid, voor het kijken thuis. En ik zou zeggen allemaal tot de volgende uitzending. Tot ziens. Dank u wel.